Dat Nieuwegein een groene gemeente is, dat weet iedereen. Maar weet u dat Nieuwegein 5 dierenweides heeft? Naast die dierenweides is natuurlijk ook die kinderboerderij. Daar staan we nu. En vanaf deze plek gaan we kijken wat de dierenverzorgers allemaal doen om die dieren goed te onderhouden. Wat is jouw taak? Mijn taak is als dierenverzorger dat alle beesten dan worden verzorgd. Maar ook van ziektes. Dus alles, het hele ding. Maar dan gaan we ook naar buiten, dan kan ik dat verder uitleggen. Ja. Heb jij daar een bepaalde opleiding voor genoten? Ja, ik ben in Barneveld dierenverzorger gedaan, ja. Dat is een speciale cursus? Ja, speciaal. En dan kun je alle dieren behandelen die er zijn? Voor de kinderboerderij is die speciaal gericht, ja. Oké. Okay. 5 dierenweiders, die gaan wij samen bezoeken. We gaan kijken wat we daar vinden. Goed. Ga je mee? Uitstekend. We gaan. Oké. Okay. Van is naar binnen. Oh, ze hebben een lekker rommeltje gemaakt. Wat is hier achter deze deur zit ook nog wat, hè? Ja, dat is eigenlijk een nachtverblijf voor de duiven. Er vliegen hier heel veel duiven boven. En er zijn ook heel veel kippen die hier s'nachts zitten. Ja, die poepen dat in één dag zo helemaal op. Waar zitten die duiven? Die zitten hier boven. Dus even kijken of er een jong zit. Ja. Ik heb hier nog wel een jonkie. Hij is heel warm, dus dat voel je meteen. Hoppakee. Oké, een jonge duif. Ja, die zijn echt knap van lelijkheid. Want die zijn wel heel, deze een week oud. En het ziet er wel heel mooi uit zo. Als je oogkassen. Zal hem gauw terugzetten. Ja, deze krijgen we wel eten hoor. Dat zijn gewoon goede eieren. We gaan nu vegen in ieder geval, hè? Ja. Ja, je kijkt ook naar de hekken, als ze heel zijn ondertussen. Ja? Ondertussen voeren, ja, dat zit automatisch bij mij erin. Dan heb ik alle dieren al gezien, eigenlijk als ik aankom rijden. We weten dat het een schapende diarree is, die staat erachter. En dat kan zijn door mensen die verkeerd voeren, en dat zien we zo daar verderop. Ja? Dus ja. Maar dat is een aparte, wat is verkeerd voeren? Groenten, fruit, dat mag rijst. Niet? Nee, dat is eigenlijk een beperkt brood. Ook, ik vind wel eens theezakjes, koffiefilters, bierdoppen. En ook vissenkoppen wel eens van mensen. Vissenkoppen? Ja, ook. Ja, mensen die het niet snappen. Het zijn er gelukkig maar heel weinig. Het is er maar 1 of 2. Dus je moet er goed opletten naar de ontlasting ook als je het vegen bent? Altijd vegen, ja. Als er bloed in zit of je ziet wat rood, dan zit er bloed in de ontlasting. En dan kun jij aan de... Je kan aan het bloed zien al waar het ongeveer vandaan komt. En dan weet je ook wat voor beest het is. Nou, aan de ontlasting kan ik dat zo allemaal wel onderscheiden en zien. Ja, ja. Nou, dan zijn we hier klaar. Ja? Zover. Ja, we gaan nog wel even afvoeren. Even afvoeren, oké. Okay. Dan gaan we zo even een emmer klaarmaken met voer, even mixen, wat biks. Dit zijn je voerbakken? Ja. Dit is hetgene wat we net ook aan de kippen gegeven hebben? Ja, daar zit van alles in, ja. En dat is? Dit is biks. En biks zit eigenlijk het beste, daar zit alles in. Alle mineralen. Oh, die kleine dingetjes. Ja. Dat is gewoon belangrijk, ook al hebben ze heel veel eten, gaat het wel belangrijk dat ze alle stoffen binnenkrijgen. Als je eenmaal brood binnenkrijgt, gaat het niet goed. Ik doe het gewoon even gooien zo. Hop. Rustig, hè? Zeg maar. Nou, dat pak ik zo. Nou, het over de buren hebt, hè? Hebben die mensen er last van? Hebben ze er gemak van? Wat vinden ze ervan, denk je? Ja, die staat al zo lang, ze hebben er gemak van. Het is gewoon een verlenging van een achtertuin, zeg ik altijd. Of voortuin, je weet net op welke kant je zit. Mensen, nee, ik heb alleen maar positieve. Mensen die de honden uitlaten hier. Ja, die ken je ook allemaal persoonlijk natuurlijk, want je komt hier elke dag. En die zien nog meer dan ik, want ik kom hier maar een kwartiertje. En hun komen wel eens 3-4 keer per dag met de hond. En die weten jouw telefoonnummer, die weten jou te bereiken? Ja, die weten mij wel te bereiken, ja. Nou ja. Gilbert, bedankt voor de rondleiding. Ja. Ik denk dat de mensen kunnen genieten van de dierenweiders hier in Nieuwegein. Zeker weten, ja. Ze weten dat het in goede handen is hier. Doe het altijd maar een mooie verlenging van je achtertuin. Oké, okay, dankjewel. Oké, okay, u ook bedankt voor alles. Jo, tot ziens.